celebrate harder, work harder, play harder. I visualize, put phone tags over outlines. And when they said I was out my mind, at this point, this is my time to get everything I wanted in this lifetime. I had to put my beliefs on the front line. At this point. Is vrij! Yellow Wolf! Kan je heel even zachten? Ja, we zullen doen. Ja, lieve strijders, lieve medemensen, vrije mensen, levende mensen. We zijn net bij een prachtige presentatie geweest in Waddinxveen van, hoe heet die groep? In ieder geval, Roeland heeft het geleid. De groep is sterk. We zijn bezig op allerlei fronten, allerlei gebieden. Wij geven niet op. En geen grappen maken, mensen. Want Ed is vrijgekomen door common law. Door het autonome gedachtegoed. Soevereine gedachtegoed. Welcome door de gratie gods. Hey, come on, go. Het is moeilijk, mensen, maar er zijn vele gebieden die we bezetten. We strijden op vele fronten. Luister, jongens. Welcome to the world, baby girl. Don't you think if that's okay? We'll encourage self-destruction through the music that you play. We divided all the men by trying politics and race, and honestly, it's working awesome. So for you, we'll do the same. Never teaching you to love yourself and shut you full of hate. Objectify by your sexuality and blame you for the rape. And weaponize the differences that make our men and women great. And just to screw with you, erase the genders. Everyone's the same. We'll empower you with rights to vote and fight for equal pay. Then have the men turn into women and go fight for them again. But you thought you had it figured out, but everything has changed. Please enjoy your stay. Here's a Bible and a bottle of the cheapest booze we made. Find a man who can take care of you to fill the holes we made. Buy a house to settle down with, good or duty, procreate. And make a couple babies who will also do the same. To the system, everyone's a victim. Het is vrijgekomen door het verzet, door de strijders, door de gebeden, door de acties, door de gratie God. Het is weer vrij. Rechterlijke machtiging, zorgmachtiging, weggevaagd door de strijd van de waarheid. Door het recht. So that everyone will fight. I'ma give you all religion, let the righteous find the light. But I will also give you science to oppose the word of Christ. And I'ma give you borders, they're imaginary lines. If you cross them, go to war and win when everybody dies. And I'ma give you money that you value more alive and ever 1% of everything while you fight to survive. And then I'll give you politics, I'll call it left and right. And while you divide yourselves, I will conquer both the sides. Can't you see? I'm the system, my whole purpose is divide. What you choose will never matter because everything is mine. And welcome to the system, everyone's a victim. Doesn't matter if you're black or white, I hate you all. Here inside the system, violence is a symptom. Fighting for what's right, but somehow everyone is wrong. Welcome to the system, everyone's a victim. Doesn't matter if you're black or white, I hate you all. Zet hem heel even zachter, hè. Ja, mensen, dat zijn de mooie liederen die Ed luistert om zijn strijdvaardigheid hoog te houden. Tom McDonald. Heel veel nummers. Hij heeft het overleefd. Hoeveel dagen ben je nou vastgezet? 10 dagen? Ja, zoiets. Nou, misschien wat meer, 2 weken. Maar in ieder geval, hij is vrij, mensen. Dit motiveert ons voor de volgende acties, voor de volgende verzetsdaden, voor de volgende rechtvaardigheidsdaden. Want heel veel mensen zijn in nood. Heel Nederland is in nood. Niet alleen de boeren, alle mensen.
alle wakkere mensen in het kwadraat, want zij zien al het onrecht, zij voelen al het onrecht. Blauw, wit, rood mensen. We zijn blij dat Ed met ons is, we gaan hem uitgebreid interviewen van de hoed en de rand. Hij heeft hier documenten en alles bij zich. Het is een grote, bijzondere wonder dat hij vrij is. En daar zijn we blij mee. En we hebben een prachtige avond gehad met goed gezelschap, met presentatie, alles erop en eraan. Wij gaan door om heel Nederland en heel de wereld te bevrijden. En ik wil nog een vriend van jou wat zeggen, Max. Roberto, ik ben fucking trots op hem. Mensen een beetje leren over de wet en hoe het in elkaar steekt. Hij kan het veel beter uitleggen dan ik. Roberto Koppens? Ja, prima, perfecte gozer. Mensen zelfredzaam maken, dat is altijd goed. Beter dan overlaten aan anderen. Daar is deze hele maatschappij kapot door gegaan. Hè? Altijd maar alles willen laten doen door een ander. Gewoon zelf je dingen doen. En zo niet hulp vragen, maar wel zelf doen. En dan hulp vragen en dan leer je het ook. Als je het daar doet, leer je nooit wat en je wordt nog lui ook. En dan krijgen we dit soort maatschappijen. We hebben kapot gemaakt worden langzaam generatie na generatie. Dat zit. Door gewoon de macht weg te geven aan een man en je autoriteit over te geven aan een man die dan zogenaamd autoriteit over je heeft. En dan zeg ik altijd van, je wordt geboren, wie ben je iets verplicht? Nou, helemaal niemand. Nou ja, dat bedoel ik. God. Ja, je ouders even tot je 18 en dan ben je vrij. Ja. Ga heen en ontwikkel u. Dankjewel Ed, we komen er morgen hopelijk op terug, Ed zelf ook. En voor nu is het een goede stemming, een goede vreugde. Maar Ed en ik gaan door om ook andere mensen te bevrijden. Uit de GGZ, uit de gevangenis, forensische psychiatrie, uit het systeem, uit de jeugdzorg. Uit alle oplichtersinstanties waar mensen maar door gemarteld worden, onderdrukt, vermoord enzovoort enzovoort. Want er zijn wereldwijd miljoenen politiek gevangenen, politiek vluchtelingen. Maar ook wereldwijd miljarden mensen in ellende, misère, armoede, oorlog enzovoort. Ik wil ook nog wat zeggen. Morgen ga ik even een officieel gewicht van zilver halen. Dat is een trooi ounce. En dan ga ik even uitleggen wat nou ons geldsysteem is. En dat je het eigenlijk ook al hebt in een miljoen schuld. Zogenaamde schuld, dat is allemaal fictief. Dat zou je officieel kunnen afkopen. Kijk, dan herken je het wel, want eigenlijk is het er ook niet. Maar dan kun je het ook officieel in het systeem. Moet het gewoon afgekocht worden, want zilver heeft wel echte waarde, intrinsieke waarde. Nou, dat is even een spelletje wat ik later ga uitleggen met Max. Dankjewel, graag, heel graag. Strijders, bedankt voor jullie aandacht en ik hou van jullie allemaal. Zelfs bij mij, Jan. Prachtig, Ed, prachtig. Dankjewel, mooi gezegd. Slaap lekker allemaal, het is al bijzonder laat weer, over 12. Morgen zijn we bij de Tweede Kamer, ook een actie bij het Amsterdam Gemeentehuis, maar daar heb ik niet meer zoveel over gehoord. Nou, we kijken uit naar donderdag en Ed zal natuurlijk vol op het podium nemen om zijn verhaal te doen en mensen wakker te maken, te waarschuwen, in te lichten en te verrijken met kennis. Want kennis is macht, we hebben alles vandaag weer gehoord en samen maken we Nederland weer een mooi land en de mensheid weer een gezonde, gezegende, vrolijke mensheid. Groetjes, slaap lekker! Groetjes, liefjes, groetjes, mama's, papa's, zonen, neven, dochters, oma's, oma's. Bedankt, slaap lekker en tot morgen, strijders, we gaan er weer voor. In liefde. Love you all. Amen.